Mijn naam is Roy Op het Veld. Vorig jaar was ik 3 weken in de Verenigde Staten. Mijn dochter is 23 en die studeert in Oklahoma, of all places. En ik heb natuurlijk quality time met haar daar beleefd. En een mooie rondleiding gehad over de campus van Oklahoma State University. Maar ik heb er ook een roadtrip aan gekoppeld. En het is een wonderlijke ervaring om door de Great Plains van Texas en Oklahoma te reizen. Je rijdt door een lege ruimte. Je kunt uren rijden en je komt 3 auto's tegen. En de overweldigende ervaring van de natuur, die geeft je als mens ook een gevoel van nietigheid. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je in zo'n omgeving opgroeit, waar je als mens zo'n klein deel van de natuur uitmaakt, dat de notie van man-made climate change iets minder indaalt dan hier bij ons in ons kleine Nederland, waar de mens natuurlijk een veel grotere impact heeft op de omgeving. En de klimaatscepticus is in Oklahoma dan ook nooit ver weg, heb ik ervaren. En dat heeft mij aan het denken gezet. Ik ben zelf geen klimaatscepticus. De wetenschap is denk ik helder. De mens is als luis in de pels van moeder natuur natuurlijk verantwoordelijk voor 150 jaar broeikasemissies. En dat warmt de aarde op. Dat is denk ik glashelder. En wetenschappers zijn helder dat naarmate de opwarming voortschrijdt, dat weersextremen vaker zullen voorkomen en intenser zullen worden. Verzekeraars rapporteren jaar op jaar meer schade door klimaatverandering. Maar het zijn voor mij vooral de beelden van Pakistan, vorig jaar de overstromingen, dit jaar de bosbranden in Canada en de overstromingen in Libië, die eigenlijk de urgentie onderstrepen dat we meer vaart moeten ontwikkelen met de energietransitie en de verduurzaming van de energie. Maar hoe krijgen we iedereen mee? Als klimaatsceptici in Oklahoma, maar ook honderden miljoenen of misschien wel miljarden mensen op de wereld in de strijd, dagelijkse strijd om het bestaan met andere dingen bezig zijn. En klimaat en energie zijn wel dingen waar iedereen aan mee moet doen eigenlijk. Dus hoe krijgen we iedereen mee in het verhaal om meer vaart te maken? En ik denk dat het antwoord is dat we breder moeten kijken. Het gaat er niet alleen om CO2-neutraal te worden. Vernieuwen is meer dan vergroenen, heb ik deze lezing dan ook genoemd. Ik ga een beetje verder. Even over de omvang van het fossiele systeem. Jullie kennen deze cijfers vast wel als werkzaam in de energiesector. Maar toch nog even om het in te laten dalen. Dagelijks verbruik van olie zit ongeveer op 100 miljoen vaten per dag. En als je de energiewaarde van steenkool en aardgas erbij optelt, dan zitten we op een fossiel dieet van meer dan 220 miljoen vaten per dag. Waterkracht en kernenergie is 11% ongeveer. En hernieuwbare energie is wereldwijd 7%. Cijfers van 2022. En de helft van die 7% hernieuwbaar is biomassa. Dan kunnen we na afloop nog even discussiëren of dat in die categorie thuis hoort. Het is dus een enorm systeem. En de minste of geringste ontregeling van dat systeem, die zorgt voor tekorten. Dat hebben we vorig jaar meegemaakt toen Rusland Oekraïne binnenviel en de gastoevoer naar Europa werd afgeknepen. Dat zorgt onmiddellijk voor dreigende tekorten, hoge prijzen, inflatie, maar ook internationale concurrentie om energie. Europa heeft door de portemonnee te trekken LNG-tankers uit Aziatische en Afrikaanse havens laten omdraaien en naar Europa laten komen. Waardoor we in andere landen fysieke tekorten hebben veroorzaakt en blackouts. Is dat moreel verantwoord? Is dat oké? En ik heb geleerd dat in de energiewereld zeker, maar überhaupt als het om primaire behoeftes gaat, erst komt als fressen dan die moraal. En daarom moeten we breder kijken. Breder kijken dan alleen het CO2-neutraal maken van het energiesysteem en de economie. Het woord duurzaam zegt ook
Of dat associëren we vaak met groen of met CO2-neutraal. Maar duurzaam betekent letterlijk lang meegaan. Toekomstbestendig zijn. En toekomstbestendig zijn betekent dus ook andere dingen. Andere dingen dan CO2-neutraal. Het betekent bijvoorbeeld ook geopolitiek weerbaar zijn. We hebben vorig jaar gezien dat we eigenlijk geopolitiek niet weerbaar waren toen de gastoevoer staakte. Dus voor de energiesector is en blijft dat een belangrijk thema. Maar het geldt eigenlijk voor alle industrieën en voor heel veel sectoren. Als je bijvoorbeeld wasmachinefabrikant bent en je koopt 100% van de chips, want die zitten ook in wasmachines, die koop je in Taiwan. Want die zijn het goedkoopste. Hoe kwetsbaar ben je dan? Wat doe je als China volgend jaar of over 5 jaar, nobody knows, maar als ze besluiten om de afvallige provincie weer bij het moederland te trekken? Hoe kwetsbaar ben je dan met je wasmachinefabriek? Hoe zinvol is het dan om geopolitieke weerbaarheid niet alleen als een overheidsthema te zien, maar ook als een thema voor jou als bedrijf? Hoe zinvol is het om dan je supply chain te diversificeren? En dat is eigenlijk ook precies waar 100 jaar geleden al het antwoord op was. Hoe gaan we om met geopolitieke onzekerheden? Herkent iemand de meneer links op de foto? Winston Churchill. Die heeft meer dan 100 jaar geleden eigenlijk al geformuleerd, toen de Britse marine overging van steenkool naar olie. Toen werd de toevoer van olie ineens van militair strategisch belang. En hij moest zich daarvoor verantwoorden in het Britse parlement. En hij zei, security in oil lies in variety and variety alone. Diversificatie dus. En oh ja, niet alleen diversificatie. De Britse regering ging ook meerderheidsbelang in Anglo-Persian kopen. Het tegenwoordige BP. Eiste dat het hoofdkantoor nooit uit Londen mocht verdwijnen. Dat er altijd een Britse CEO moest zijn. Dat is allemaal onderdelen om geopolitiek weerbaar te zijn en de supply chain divers te houden. En de doctrine van Churchill wordt nu eigenlijk vertaald als, je mag geen enkele leverancier hebben die zo groot is dat als er iets misgaat, dat je niet een alternatief kunt organiseren. En dat is de les die Europa natuurlijk de afgelopen decennia een beetje vergeten heeft. En de vragen zijn ook, wat zou u doen als u wasmachinefabrikant bent en 100% van uw chips in Taiwan inkoopt? Maar duurzaam en toekomstbestendig is ook nog meer dan groen bezig zijn, CO2-neutraal bezig zijn en geopolitiek weerbaar zijn. Het is ook nog simpelweg het tegemoetkomen aan maatschappelijk nut. Iets leveren waar behoefte aan is. Iets leveren dat beter is dan wat er was. En u kent het citaat van Henry Ford misschien wel. Als ik mensen had gevraagd wat ze willen, dan hadden ze gezegd snellere paden. En hij vertaalde dat als er is behoefte aan beter en meer en snellere mobiliteit. En dat heeft hij geleverd door de auto op de markt te brengen. He, dus de koets is verdwenen omdat de auto een beter alternatief is. Net zoals de krant aan het verdwijnen is omdat nieuws sneller en beter op je telefoon binnenkomt. En we zitten dus in die transitie, niet alleen van fossiel naar duurzaam, maar ook naar toekomstbestendige producten en diensten en een toekomstbestendige economie. En het woord transitie betekent van het oude naar het nieuwe overgaan. Dus het opbouwen van het nieuwe en het afbouwen van het oude. En dat is best een mooi woord om te gebruiken, vind ik. Maar ik vind nog een mooier woord, vind ik de terminologie van deze meneer. Wie kent deze meneer? Schumpeter, 100 punten. Schumpeter is een bekende Oostenrijkse econoom en minister van Financiën ook. En hij kwam met het concept van creatieve destructie. Creatieve destructie is innovatie, is een eindeloze opeenvolging van opkomst en ondergang van bedrijven. Nieuwe bedrijven met betere ideeën en betere producten vernietigen oude bedrijven die minder waarde toevoegen dan de nieuwe bedrijven. En dat is niet erg. We hoeven niet de status quo te verdedigen om te vernieuwen. Sterker nog, vernieuwing is
deels ook vernietiging. De koets bestaat niet meer, hooguit voor recreatief gebruik, omdat we nu een auto hebben en andere betere vervoermiddelen hebben. De krant bestaat nog even. En wie maalt daar straks om de krant als die er niet meer is? Ja, ik en een paar andere sentimentele journalisten misschien. Hey, maar het is niet erg dat er dingen verdwijnen. Want vernieuwen is meer dan vergroenen. En ik denk dat daar ook de crux van creatieve destructie en van de transitie zit. Die zit niet zozeer aan de aanbodkant. Die zit aan de vraagkant. Ik denk dat de vraag of Shell of BP of wie dan ook de fase van creatieve destructie overleven, die zit niet zozeer besloten in klimaatrechtszaken of de hoogte van fossiele subsidies. Die gaat erom of die bedrijven in staat zijn om een beter alternatief te bedenken dan benzine of dan de andere producten die ze maken. Creatieve destructie gaat over vernieuwing die consumenten verleidt om voor nieuwe producten te kiezen. Producten die beter, goedkoper, comfortabeler of beter aanwezig zijn. En ik denk dat, en ik weet niet of we dat voor 2050 gaan halen, maar ik denk dat de enige manier om ook de klimaatscepticus uit Oklahoma en de mensen in Azië en Afrika over de streep te krijgen en voor vernieuwing te gaan, is door creatieve destructie toe te passen. Dank voor uw aandacht.